Het is zondag en uiteraard weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van X Small Think Big. Vandaag zijn we op bezoek bij Sophie Jaloes en we hebben gesprek gehad met de eigenaar, Sophina Seymour. Laten we gaan kijken wat Sophie Jaloes inhoudt en waarmee ze precies bezig zijn. Sophina Seymour, ik ben 23 jaar, afgestudeerd van het IMEAO, toerismeopleiding. Dat ben ik, de eigenaar. Hoe bent u op het idee gekomen om met zo'n onderneming te starten? Ik ben op het idee gekomen toen ik, het was 2019, dus ik was om en bij 18 jaar. Ik ben op het idee gekomen omdat ik iemand ben of was, ik hield heel veel van alcohol en het was een grote vakantie tegen die tijd en toen ging ik een beetje brainstormen en kijken wat ik allemaal kan doen met alcohol en ik was ook altijd al de type die dingen aan de verkoop zet, dus dat heeft me eigenlijk geïnspireerd of zo ben ik op het idee gekomen. Hoe bent u aan uw startkapitaal gekomen om de onderneming op te zetten? Startkapitaal? Dat was een beetje spaargeld, steun van familie, mijn partner, schoon familie bij elkaar. Dus ja, spaargeld en hulp van iedereen om me heen. Wat houdt de onderneming precies in? Sophie's Jaloes houdt in een cocktailbar en meer. Bij ons bent u terecht voor alles wat alcohol te maken heeft en zoetigheid te maken heeft. We hebben ook andere diensten, zoals cocktailservice op evenementen, et cetera. En verder maken we ook onze eigen producten. We hebben een aantal producten. En allemaal bevatten alcohol. Dus ja, dat houdt onze onderneming in. Wat zijn de bedrijfsdoelen? Als doelen hebben wij ten eerste om uit te breiden. Om branches te hebben, om uitlandig te gaan. Met uitlandig bedoel ik branches te hebben in het buitenland. Je weet, gaan groeien. Dat zijn een van die doelen. En ook om anderen te blijven inspireren. Ja. Hoe ziet het productieproces eruit? Het productieproces, alles gebeurt ter plekke. Als u binnenstapt, als u naar binnen loopt, dan gebeurt alles ter plekke. U kiest een smaakje of u kiest een product, u krijgt dat product dan mee als het voorverpakt is. Maar als u iets wil dat we ter plekke klaar moeten maken, dan wordt het vlak voor u klaargemaakt. Waar worden de producten afgezet? Voor nu hebben we nog geen officiële afzetplekken, maar er zijn wel enkele mensen die onze wederverkopers zijn en hun verkopen het dan verder onderling vrienden en familie, maar er is nog niet echt een specifieke afzetwinkel of afzetfabriek waar ik kan zeggen van oké, je kunt daar wezen of je kunt het daar halen. Voor nu is het alleen nog bij ons. Zijn er mensen in dienst zo om hoeveel om het bedrijf draaiende te houden? Er zijn momenteel, er waren mensen in dienst, maar momenteel ben ik alleen. Dat. Wat zijn de risico's in uw vak? De risico's in mijn vak zijn steeds nieuwe dingen creëren. Dat is het risico meer. Dat is eigenlijk ook een uitdaging als je steeds nieuwe dingen moet gaan maken, omdat je dan niet precies weet als het een succes gaat zijn. Je weet het nooit van tevoren. Je gaat altijd mensen hun meningen moeten krijgen om te weten van oké, dit is een goed product of ik ben goed op weg naar dit waarmee ik bezig ben. Dus dat zijn eigenlijk de kleine risico's, ja. Verder niet echt andere extreme. Hoe heeft men gereageerd tijdens de eerste verkoop? De eerste verkoop, ik begon met Jaloes shots en dat ging echt heel slap.
heel, heel slap. Omdat men eigenlijk ook nog niet echt bekend was met wat het is, et cetera en zo. Het was nog nieuw voor de samenleving. Of voor jou, nou ja, voor het overgrootste deel van de samenleving, laat me het zo zeggen. Want er zijn wel mensen die weten wat het is of wat het was. Dat, ja. Hoe komt u aan nieuwe ideeën voor het bedrijf? Zo, ik hou ook van nieuwe dingen. Dus ik hou ervan om bezig te zijn. En door bezig te zijn kom ik aan die nieuwe producten en die nieuwe ideetjes. Ik werk ook met mensen, mijn klanten, hun ideeën. Als de klant naar me toe stapt en me zegt van, mevrouw, u kunt dit en dit toepassen. Of u kunt dit gebruiken, u kunt dat gebruiken. Dan neem ik alle ideetjes mee. En zo creëren we nieuwe producten. Welke obstakels heeft u moeten overbruggen bij het starten van de onderneming? Zo, obstakels waren tekort aan kapitaal. Als je bijvoorbeeld een nieuw product moet maken. Obstakels zoals de continuïteit van productverhoging in de winkels en et cetera. Als je bijvoorbeeld iets moet laten halen en het vertraagt. Dat zijn enkele kleine obstakels. Met welke obstakels heeft u tot nu toe te kampen? Tot nu toe is het enigste is meer qua economische situatie hoor. Verder niet echt iets meer, nee. Waar is het bedrijf gevestigd? We zijn gevestigd aan de Van het Sigastraat, 113. De Van het Sigastraat is de straat van de melkcentrale en Ismeva Wilgen Sporthal, schuins aan de overkant. Ja, daar. Hoe zit het met concurrentie en hoe gaat u daarmee om? Zo, concurrentie. Ik was in het begin ook iemands concurrent, denk ik. Dus concurrentie is iets dat het bestaat al. Niemand kan het veranderen. Ik ga ermee om. Normaal. Ik focus het niet echt hoor. Als het komt, dan komt het. Omdat iedereen, je weet toch, iedereen gaat die stap nemen. Mensen willen ondernemingen starten en zo. En ik ben niet de enigste die van dat soort dingen houdt. Ik ben niet de enige die van alcohol houdt en creëren houdt. Dus als er concurrenten zijn of als er concurrentie bij komt, is het niet iets nieuws, laat me het zo zeggen. Ja. Zijn er geheime trucjes tijdens het bereiden van de producten? Ja, natuurlijk wel. Er zijn wel geheime trucjes, maar als ik het vertel, is het geen geheim meer. Suriname zit momenteel in een zware economische crisis. Welke uitdagingen brengt dat mee voor uw bedrijf? Zo, het vertraagt het proces van als je verder wilt gaan. Als je wilt gaan groeien en al dat. En je krijgt last van economische situatie, dingen die je tegemoet komt. Dan denk je van oké, als je wilt gaan groeien, dan houdt dat je op. Laat me het zo zeggen. Ja, en verder ook als je prijzen moet gaan veranderen. Als je prijzen verandert, dan krijg je ook andere reacties van klanten. En dat is niet zo fijn. Maar tenslotte, elk bedrijf moet dan ook gaan verhogen of gaan dalen in prijs of wat dan ook. Maar je moet gewoon meegaan, omdat als je dat niet doet, ga je dan gewoon steeds verlies leiden. En een onderneming mag eigenlijk niet altijd of niet onder verlies leiden. Ja. Wat motiveert u om verder te gaan? Wat mij motiveert zijn mijn klanten, ieder om me heen die me dagelijks motiveren. Als er dagen komen waar de verkoop slap gaat, krijg ik altijd motivatie. Dat motiveert me als er klanten binnenstappen, zijn er klanten die me echt complimenten geven van je bent heel jong, stop er niet mee, ga verder want je doet het goed en et cetera. Dus ja, dat is mijn motivatie in het kort. Waar ziet u het bedrijf over 5 jaar? Mijn bedrijf zie ik over 5 jaar gegroeid. Een stapje verder. Of stappen verder, laat me het zo zeggen. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat alles wat je van plan bent gaat lukken. Want de tijd en God bepaalt dat. Maar je ziet je bedrijf sowieso gegroeid over 5 jaar. Veel verder dan wat het nu is. Hoe zou de overheid iets kunnen betekenen voor uw bedrijf? Zo, de overheid zou heel veel voor mij kunnen betekenen. En in de zin van export. Als ik bijvoorbeeld mijn producten ten verkoop wil brengen in
buitenlandse landen, in het buitenland, dan zouden hun me een push kunnen geven, zeg maar, om mijn die platform te geven, zodat ik mijn producten kan tentoonstellen en kan exporteren. Welk advies zou iemand geven die met een bedrijf start? Zo, ik heb een heleboel. Het eerste is, het is niet altijd makkelijk, maar geef nooit op. Als je een onderneming start, ga je heel veel meemaken. Het gaat niet altijd in één keer goed gaan. En als het in één keer goed gaat, dan heb je geluk. Dan moet je dan heel erg dankbaar zijn. Maar als je bezig bent met een onderneming, probeer om vanaf het begin professioneel te zijn. Als je verlies leidt in het begin, moet je het niet erg vinden, omdat je bezig bent te groeien. Je wilt een van de goede bedrijven zijn. Je wilt dat je bedrijf de beste is, zeg maar. Hoor. Dus mijn advies naar alle mensen die onderneming starten of die onderneming hebben, is geef de moed niet op. Ja, wees sterk. Zoek naar motivatie. Als je geen motivatie hebt, ga door met waarmee je bezig bent. En ja, je onderneming komt sowieso tot bloei.